Gaat u nog een liedje zingen op de Dam? Of er staat een paard op de Dam misschien? Een paard? Er staat een paard op de Dam. Dat zou wel leuk zijn, maar nee, dat kan ik eigenlijk niet maken. Het gaat wel lekker zo op de Dam. Ja, het zou mooi zijn, maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus hier gaat het allemaal gebeuren, de toespraak van André van Duin. Hij heeft er vast wel zin in, denk ik. Ja, denk het ook. Hoe vinden jullie het dan om hier te staan? Heel erg leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de vrede om dit te herdenken. Ja? Belangrijke plek wel? Ja, zeker. Ja? Jasmin? Het is wel gaaf om hier gewoon te staan bij een monument zo. En ja, om zo ook André van Duin te interviewen. Heb je er zin in? Ja. Ben je er klaar voor? Zenuwachtig? Beetje. Beetje? Ja. Zullen we gaan? Ja. Oké, kom. Hallo. Hi, hi. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Leuk dat we u mogen interviewen. Ja. Nou, wederzijds jongens. Bedankt dat we u mogen interviewen in Hotel de Grand in Amsterdam. Ja, mooi hè? Ja. In de raadzaal, de oude raadzaal zitten we. Prachtig. Bent u een beetje zenuwachtig? Nou, ik was wel een beetje zenuwachtig. Ja, ik wist niet wie ik voor me zou krijgen. En kinderen vragen toch altijd andere vragen dan volwassen vragen. Die vragen zo serieus allemaal. Dus ik was wel een beetje voorbereid om een beetje... ander soort vragen, dus ik ben wel benieuwd wat jullie van me willen weten. Nou, ik zal vast beginnen met de eerste vraag. Jasmin. Nou, we kennen u vooral van de leuke grappen die u maakt, maar we gaan vandaag over serieuze dingen praten. Mooi. De toespraak op 4 mei, heeft u zich daarvoor opgegeven? Nee, ik heb er niet voor opgegeven. Ik werd gebeld door Gerdy Verbeek, die was voorzitter van de Tweede Kamer en die is nu dus voorzitter van het 4 en 5 mei comité. En die belde mij op dat ze wilde iemand hebben. Voor de toespraak op de Dam. Nou, dat vond ik een geweldige eer, want ja, je wordt of nooit gevraagd of één keer in je leven, denk ik, voor zo'n taak om een toespraak op de Dam te houden. En vooral omdat vorig jaar heeft de koning het gedaan. Dus nou, als de koning het heeft en daarna word jij gevraagd, ik vond het wel heel eervol in ieder geval en ik ben er ook wel een beetje nerveus voor. Het spannendste vind ik dat ik hoop dat ik me niet verspreek. Nou heb je natuurlijk de tekst een paar keer doorgenomen van tevoren, de tekst is nu al klaar. Dus we zijn bijna heen en weer geweest naar 4 en 5, hebben gecontroleerd of het allemaal goed was. En nu moet je voor jezelf een paar keer repeteren. En dan heb je die tekst voor je, dus ja, eigenlijk hoef je het alleen maar op te lezen. Maar ja, je kan niet alleen maar zo lezen, je moet af en toe ook even in de camera kijken of die koning of de koningin aankijken en zo. Dan moet je weer terug en rustig praten, dat je niet te snel gaat praten, want ik praat vaak heel snel. Dus je moet rustig naar en je moet een beetje serieus kijken, want het is natuurlijk een zeer serieus verhaal. Dus ja, om dat allemaal tegelijk en dat allemaal rechtstreeks. En dan kijken natuurlijk heel veel mensen, want de doodherdenking wordt altijd heel hoog bekeken. En nou ja, we hopen dat het niet fout gaat. U bent geboren vlak na de oorlog in Rotterdam. Ja. Heeft dat nog een impact gehad op uw jeugd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet, want als kind maak je dat natuurlijk helemaal niet mee. Ik was zeg maar, 1945 was de oorlog afgelopen en toen ik ben in 1947 geboren, dus bijna 2 jaar daarna. En toen lag de stad, Rotterdam is helemaal gebombardeerd in de oorlog. Ze is helemaal plat gegooid door geloof ik 90 bommenwerpers. Ze hebben daar in 20 minuten de hele binnenstad plat gegooid. Dus al die brokstukken en zo, die waren wel geruimd, maar er waren nog heel veel puinhopen over. En toen ik buiten ging spelen, zeg maar met mijn 5e, 6e jaar of zo, dan mag je eindelijk zelf naar buiten. En toen waren die brokstukken allemaal nog, maar die waren natuurlijk geweldig om verstoppertje te spelen of om fikje te stoken of om een cowboytje te spelen, weet ik veel. Dus als kind heb ik er eigenlijk wel veel plezier van gehad, maar ik had toen niet de wetenschap van wat de ellende was, hoe het ontstaan was, wat de narigheid er allemaal gebeurd was, hoeveel doden er waren gevallen. En dat hoorde ik pas toen ik naar school ging, de lagere school, vanaf mijn 6e, 7e jaar. Toen werd me duidelijk hoe het eigenlijk ontstaan was. En dan ga je je verder in verdiepen en dan ga je wat lezen en dan hoor je wat meer over. Heeft vrijheid ook nog steeds zeg maar, dezelfde mening voor u als toen u nog jong was? Ja, nou ja, toen ik jong was was ik daar niet zo mee bezig geloof ik. Maar naarmate je wat ouder wordt, dan ga je er wat meer over denken en waarderen dat je dus al die tijd al vrij bent. En wat ik net zeg, dat je al 75 jaar dat er geen oorlog is, dat je dat überhaupt helemaal niet meegemaakt hebt. En daarom is het ook zo vreemd dat je nu die coronatijd meemaakt. Want het is dus een beetje zoals het vroeger was, dat je ineens een avondklok is er geweest. Hè. Je mag om 9 uur niet meer naar buiten en de winkels moeten dicht. En veel er komen allerlei restricties. Nou is dit natuurlijk een heel andere zaak, omdat het voor het is geen oorlog. Maar het geeft toch een beetje hetzelfde gevoel dat je denkt, ja dat is een beetje wat je vrijheid beperkt. Dat je mee bent. Op een gegeven moment ze zeggen, ja, maar je mag s'avonds om 9 uur de deur niet meer uit. Dan heb ik s'avonds na 9 uur niet zoveel te zoeken buiten op straat. Maar het kan toch zijn, toch? En dan mag dat niet meer. Dat is toch raar? Dat kennen we helemaal niet, dat je iets niet mag. Vrijheid is voor sommige mensen erg lastig, omdat ze bijvoorbeeld niet helemaal zelf kunnen zijn. Heeft u nog een boodschap voor diegene, omdat ze bijvoorbeeld gepest worden, omdat ze niet
kunnen zijn wie ze willen zijn? Ja, nou ja, ik heb daar natuurlijk wel ervaring mee. Als kind, ik heb rood haar, dus als kind werd ik ook gepest op school. Hè? Rode kroot en zo. En dan moest ik me als kind ook tegen verdedigen. Ik heb dat altijd gedaan, een beetje. Dat ik dacht van nou, ik wist als kind al, dat ik artiest wou worden en dan het liefst komiek. En toen dacht ik nou, een soort clown. En een clown in een circus, die heeft altijd al rood haar. Die heeft zo'n rode pruik, zet hij op. Ik denk nou, dat heb ik al voor, dus misschien is het wel een goed teken dat ik dat heb. Dus ik heb er altijd als kind een beetje gebruik van gemaakt. En op school, als de meester jarig was, dan gingen we altijd toneelstukjes doen en liedjes zingen en dat soort dingen. En dan was ik altijd wel de voortrekker van de klas. En dan was daardoor eigenlijk wel min of meer, nou niet de held van de klas, maar in ieder geval een belangrijke figuur die dat allemaal ging regelen in de klas. Dus ik heb het pesten, ja, dan moet je dan, als dat kan, want ik praat nu over iets heel simpels, maar er zijn ook kinderen die verschrikkelijk gepest worden en die niks meer aan kunnen doen. En, zeker nu met de social media, dat je alleen maar berichten thuis en tegenwoordig ook doodgewenst wordt en zo. Het wordt natuurlijk steeds erger. In mijn tijd viel het nog wel mee. Ja, wat ze daaraan moeten doen, er zijn gelukkig allemaal mensen die kunnen helpen en die er verstand van hebben. Er zijn allemaal mensen die daar bepaalde methoden voor hebben om te zeggen, nou, we moeten het zo aanpakken. Ja, dat heeft te maken met die vrijheid van meningsuiting, wat ik net al zei. Hè? Dat moet je beperken. Je mag wel zeggen van iemand wat je ervan vindt, maar je moet hem niet beledigen. En ja, het staat ook in de wet dat het gewoon niet mag. Ja, het mag niet. Dus we moeten dat maar proberen te onderdrukken. Maar hoe dat nou precies moet, weet ik ook. Heeft u nog een boodschap voor kinderen en jongeren? Weet je, je hebt het leven zelf niet in de hand. Hè? Je moet maar een beetje afwachten hoe je terechtkomt. Je kunt natuurlijk alles aan doen door goed te leren en door dingen te doen. En door op te vallen in die zin van als je denkt van ik kan iets goed, dan moet ik dat laten zien. En dat kan tegenwoordig ook natuurlijk. Je hebt heel veel talentenjacht als je goed kan zingen, maar ook met sport natuurlijk. Je hebt veel meer mogelijkheden dan vroeger om het allemaal te uiten. Dus ik zou proberen, ja. Nou, de enige tip die ik kan geven is, maak wat van het leven. En dat zei ik net al, dat heb je niet helemaal zelf in de hand. Maar laten we zeggen, voor 50% toch wel. En die 50% die moet je dan ook wel benutten. Dus maak er wat van.